Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb dit keer een IKEA shoplog voor jullie. En volgens mij is dit de allereerste keer dat ik een IKEA shoplog doe. Ik kan me niet herinneren dat ik dit al eens eerder heb gedaan. Want als ik wel eens naar IKEA ging, liet ik het voornamelijk in de vlog zien. Maar ik dacht, dit keer maak ik er een keer een aparte shoplog van. Ik ga je uiteraard in deze video laten zien wat ik heb gekocht. En ik ga je ook even vertellen hoe mijn ervaring was nu IKEA weer open is na de lockdown. Dus hoe ik het vond om daar nu weer te zijn en te shoppen. Mocht je benieuwd zijn naar mijn ervaring en uiteraard naar de gekochte spulletjes, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. Nou, laat ik beginnen met mijn ervaring bij de IKEA. Ik moet zeggen dat ik een hele positieve ervaring heb gehad. Ik ben op een doordeweekse dag geweest en dat kon ik ook merken, want het was eigenlijk vrij rustig. Ik ben nu, geloof ik, 2 weken naar de opening weer gegaan, of 3 weken. Dus op een doordeweekse dag was het echt heel goed te doen. De voorzorgsmaatregelen waren ook heel goed. Je kunt netjes je handen ontsmetten. In de lift staan bijvoorbeeld op 4 plaatsen voetjes waar je moet gaan staan. Je mag met 4 mensen in de lift. Dus je hebt eigenlijk al dan ook de 1,5 meter. Dus dat was eigenlijk heel positief. Ook in de IKEA zelf was het gewoon heel, heel goed om gewoon geregeld met overal strepen van de 1,5 meter. En ook een soort looproute was er uitgelopen. Dus waar je wel heen mag en waar je ook niet heen mag. Dus ja, ik vond het op zich wel heel goed gedaan. Het was ook eigenlijk helemaal niet zo druk. Ik heb heel kort in de rij hoeven staan. En het fijne is natuurlijk dat je nu niet op tijd zit. Want ik zou eerst op afspraak gaan. En ik ben uiteraard achteraf wel heel erg blij dat we het niet hebben gedaan. Want op afspraak had je 3 kwartier. En ik heb nou geloof ik zeker 1,5 uur in de IKEA rondgelopen. Komt ook, IKEA is groot. Dus je kan niet zomaar eventjes ergens naartoe om wat te pakken. Maar ja, wij vinden het ook gewoon heel erg leuk om even rond te kijken. Dus mijn ervaring was heel positief. Ik kan je zeker aanraden om op een doordeweekse dag te gaan. Mocht je die mogelijkheid hebben. Ja, heb je die mogelijkheid niet, dan ja, je gaat in het weekend. Dan heb je de kans dat het misschien wat drukker is. Maar dat was eigenlijk voor de lockdown ook zo. Want toen we corona nog niet kennen, was het in de weekend ook altijd eigenlijk hartstikke druk bij IKEA. Maar ik weet dus niet hoe het dus nu in de weekenden is en hoe lang de wachtrijen zijn. Maar op een doordeweekse dag was het voor mij echt een heel groot succes. Dat gezegd hebbende ga ik je laten zien wat ik heb gekocht nu. Ik ga natuurlijk de prijzen in beeld neerzetten zoals je van mij gewend bent. Ik had een paar dingen die waren nu in de korting. Dus daar zet ik even een sterretje bij de prijs. Dus als er een sterretje bij de prijs staat, dan was dat product nu afgeprijsd. Dus dan is dat ook duidelijk. Dan ga ik nu laten zien wat ik heb gekocht. Nou, ik heb een flinke tas vol. En ik begin eventjes met iets wat hier een beetje bovenop ligt. En dat is dit plankje. Ik ga de namen niet uitspreken hoor, want dat Zweeds, dat krijg ik mijn mond niet uit. Officieel is dit een kruidenrekje. Ik zal even een plaatje in beeld plaatsen van hoe IKEA hem bedoeld heeft en hoe die eigenlijk op de website staat. Maar ik heb hier een ander doel voor. Ik heb namelijk allemaal nagellakjes die ik nu niet kwijt kan. Want als je mijn video's misschien al langer volgt, weet je dat ik een heel mooi nagellakrek heb staan in mijn slaapkamer. En ik heb toen even getwijfeld of ik er misschien nog eens eentje bij zou kopen. Maar de prijs hield me toch een beetje tegen. Dat nagellakrek heb ik ook nog gekocht in de tijd dat ik nog geen vaste lasten had. Dus ja, dan gaf je het wat makkelijker uit. En eigenlijk vond ik het nu best wel veel geld voor een stuk acryl. En toen zag ik dus dat ze deze plankjes of deze ja, plankjes hadden. En ik dacht, die zijn ook wel perfect voor nagellak. Ik had eerst nog bedacht om ze misschien een kleurtje te geven. Maar mijn vader zei van, doe dat maar niet, want dat wordt heel lelijk. Dus ik hou ze wel in houtkleur. Ze hebben ook alleen houtkleur. Maar die heb ik in ieder geval meegenomen. Daar heb ik er ook gelijk 3 van. Want ik dacht, dan zit ik gelijk goed. Ik heb er dan hier nog eentje. En even kijken waar de andere is. Die is hier. Dus 3 kruidenrekjes. Maar dan voor de nagellakjes voor mij. Dan heb ik deze set met bakken. En hier zitten 6 bakjes in. Die hebben verschillende maten. Je hebt 2 bakjes van 28 bij 28 bij 13 centimeter. Dan heb je 2 bakjes van 14 bij 28 bij 13 centimeter. En nog 2 bakjes van 14 bij 14 en 13 centimeter. Ze hadden helaas alleen nog wit. Ik heb deze bakken al hier staan in huis. Ik
gebruik ze namelijk altijd om mijn ondergoed in op te bergen. En ik had dus nog een set nodig. In de IKEA zelf zag ik als voorbeeld ook grijs staan. Die hadden ze helaas niet. Anders had ik grijs meegenomen. Dus ze hebben alleen nog maar wit. De zwarte designer helaas niet meer. Maar ik had ze toch nodig. Dus ik heb toch deze set met witte meegenomen. Het werkt heel makkelijk. Je klapt ze eigenlijk uit. En eigenlijk als je heel goed kijkt zie je hier al een ritsje. Je klapt ze uit en dan doe je ze met een ritsje. Ritsje ze dicht aan de binnenkant. Dus dat is gewoon heel erg makkelijk. Ja, je kunt ze eigenlijk voor heel veel doeleindes gebruiken. Je kunt er natuurlijk in doen wat je wil. Maar voor mij zijn ze dus voor mijn ondergoedla weer even netjes te maken. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik ook twee plantjes gekocht. Ik heb er hier eentje en hier is de andere. Ik ben nog steeds een beetje mijn huis een beetje eigen aan het maken. Want ik heb hier en daar nog wat spullen staan die ik al had sinds toen ik samenwoonde. Nou ja, daar wil ik eigenlijk allemaal een beetje van af. En dat waren ook de plantjes. En ik kwam deze tegen. Die vond ik wel heel erg vrolijk. Ik moet hier sowieso net planten neerzetten. Want echt planten, dat lukt niet met de katten. Daar wordt aan gegeten. Dus ik hoop dat ze deze netjes houden. Maar ja, die zien er eigenlijk wel heel erg mooi uit. En die ga ik dus een leuk plekje geven in de vensterbank. Dus ik dacht, ik neem er gewoon twee mee. Dan staat het weer wat gezelliger in huis. En ik vond de kleuren eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus die heb ik dan ook meegenomen. Dan heb ik ook nog een heel klein plantje gekocht. En ik gebruik dit soort plantjes altijd bij mijn foto's. Als ik productfoto's maak, zet ik er eigenlijk altijd een plantje naast. Omdat ik het wat gezelliger vind staan. En ik wil eigenlijk gewoon wat meer plantjes hebben. En deze kleintjes zijn daar perfect voor. Dus deze kwam ik tegen bij IKEA. Die was ook super goedkoop. Dus ik dacht, nou, die gaat ook met mij mee. Want dat vind ik gewoon wel heel erg leuk. En dan heb ik weer een nieuw plantje voor bij de foto's. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Dan heb ik ook bakjes gekocht. Ik had eigenlijk helemaal geen voorraadbakjes. En die miste ik wel. Toen kwam ik bij IKEA en toen kwam ik deze tegen. Dit zijn drie bakjes. En ja, ik vond deze gewoon er heel erg goed uitzien eigenlijk. Want ja, het is eigenlijk een perfect maatje. Hoeveel past er eigenlijk in? Het is 0,6 liter. En deze kunnen dus ook in de vaatwasser, als je die hebt. Je kunt ze in de vriezer doen. Ze kunnen ook in de oven. En ik dacht, ik neem gewoon twee setjes van deze mee. Ze waren zo goedkoop. En ik dacht, ik vind het wel handig om bijvoorbeeld... als ik rosti rondjes eet, doe ik er vaak 6. En dan vind ik zo'n hele grote zak is dan weer onhandig. En dan kan ik bijvoorbeeld gewoon deze bakjes indelen met 6 van die rosti rondjes. En als ik ze dan wil gaan eten, dan haal ik zo'n bakje eruit. En dan heb ik gewoon gelijk het goede aantal. Maar ook gewoon voor vlees of zo is dit wel heel erg handig om in de vriezer te stoppen. Dan zit je niet altijd met die zakjes. Plak je er even een stickertje op met wat erin zit. En dan haal je dat er gewoon heel erg makkelijk uit. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee met deze twee setjes met bakjes. Dan heb ik ook nog twee geurkaarsjes gekocht. En serieus, ik vind het op dit moment heel erg jammer dat we nog steeds geen mogelijkheid hebben om geuren te laten ruiken aan andere mensen. Maar ik kwam deze tegen. Deze zou 25 branduren hebben. En deze, ja, er staat eigenlijk niet echt een... deze heet Sin... Nee, ze zijn van Sinlicht, dus het is niet de naam. Maar deze heeft een beetje met aardbei... Combinatie van aardbei en framboos. Dit staat er bovenop. En het is echt zo'n lekker fruitgeurtje. Ik rook hem en ik werd er helemaal, ja, niet high. Maar ik vond hem zo lekker. Ik kan niet blijven aanruiken. Ik vond hem zo lekker. Dus ik dacht, nou, die neem ik mee. Echt heel lekker geurkaasje. Volgens mij heb je ze ook in een grote variant. Maar ik heb gewoon twee kleintjes gekocht. Want ik heb ook nog een ander geurtje meegenomen. Maar dat is in ieder geval deze. En dan heb ik deze... Dit is een oranje kaars. Er zitten verschillende soorten in. Ik zie appel en sinaasappel. Daar is het een combinatie van. En het is zo'n bekend geurtje. En ik kom er niet op waar ik dit geurtje van ken. Want ik herken hem ergens van. En dat vind ik zo vervelend. Maar ik rook deze. En ik werd er helemaal blij van. Dus ik dacht, nou, die neem ik ook mee. Ook deze heeft 25 branduren. Maar ik ben heel erg blij met deze twee geurkaarsjes. En ik kan eraan blijven ruiken. Weet niet, is het herkenbaar voor jullie dat je een geurkaarsje hebt dat je daar aan kan blijven ruiken? Nou, voor mij dus wel. Maar ik vind ze echt heel erg lekker ruiken.
dan heb ik bakjes gekocht. En ik heb boven een karretje staan met mijn knutselspullen. En daar wilde ik graag wat meer ruimte creëren met bakjes. En toen dacht ik, je hebt van bij IKEA bakjes, die kun je daar aanhangen. Dus ik heb er gelijk 6 meegenomen en dat zijn deze bakjes. Je hebt ze in verschillende kleuren. Je had ook nog wit, die heb ik niet gedaan. En deze klem je dan gewoon aan de achterkant, zeg maar, van het karretje. En daar kan je dan dus weer wat spullen in stoppen. Dus ik heb hier allereerst een blauwe. En ik heb nog een blauwe, dus eigenlijk 2 blauwe. Je kan ze ook heel makkelijk in elkaar stapelen. Ik denk trouwens ook dat je deze heel makkelijk in een keuken kan neerhangen. Want ja, het is gewoon heel multifunctioneel. Je kunt er gewoon heel veel mee doen. Maar ik had er gelijk al een doel bij. Dus 2 blauwe. Dan heb ik ook 2 rode. Ik dacht, ik neem er gewoon gelijk 6 mee. Dan heb ik in ieder geval weer wat ruimte. Dus 2 rode. En dan heb ik 2 groene. Nou ja, groen, mintgroen. Nee, ja, groen. Het is eigenlijk groen, maar ik weet niet of de camera het lekker overbrengt. Ik merk wel dat groen echt weer een kleur wordt, want ze hadden heel veel groene items en ook wel wat paarse dingen. Dus volgens mij wordt groen een beetje de nieuwe kleur van het interieur. Dus deze bakjes, 6 stuks, heel blij mee ook. Dan heb ik heb ook wat dingen ingepakt, want ik had wat breekbare dingen. Een mokje meegenomen en... ik heb een hele tijd geleden bij de IKEA heb ik zeg maar een. Toen ik weer allemaal spullen nieuw moest kopen, heb ik een bordenset gekocht bij IKEA. En ik heb toen roze genomen. Want ik dacht, ja, ik ga voor roze. Daar heb ik toen later ook een mop bij gekocht. En die vind ik zo fijn. Daar drink ik eigenlijk altijd mijn cappuccino en mijn koffie uit. En daar wilde ik eigenlijk nog eentje van hebben. Deze is wel iets kleiner als die ik heb. Maar evengoed nog wel een heel leuk formaatje. Ik dacht, nou, die neem ik ook mee. Dus echt een hele. Ja, hele leuke mok in dezelfde kleur dus als mijn borden en bakjes. Nou, dan heb ik ook plantenpotjes gekocht. Want ja, dan kan je leuk plantjes kopen. Dan moet je ook potjes kopen. En dat zijn deze. En ook deze zijn roze. Het is volgens mij wel een iets andere roze. Nou ja, deze is iets donkerder. Maar ik was al een hele tijd op zoek naar roze plantenpotjes. En ik dacht, ja, ik wil dat zo graag. En ik kon ze eigenlijk nergens vinden. En toen zag ik ze bij de IKEA. En dan kan ik je laten zien hoe dat eruit ziet. Want dan ziet dat er zo uit. Kijk, het past perfect. Dus je ziet heel mooi het plantje er doorheen komen. Dus die krijgen lekker weer een plekje in de vensterbank. Ben ik heel erg blij mee, ook met deze. En daar heb ik er dan 2 van gekocht. En dat lijkt me al wel logisch, denk ik. Ik denk niet dat je dat snapt. Want hier is de andere. Dus ja, daar heb ik ook 2 potjes van. Dan ben ik ook toegelijk aan het laatste item wat ik heb gekocht. En hier was ik zo blij mee. Je kan bijna niet voorstellen dat je hier blij van wordt. Maar ik werd er blij van. Want ik vertelde dus net over die borden die ik had. Maar eigenlijk wat ik miste waren een beetje wat diepere borden. Want ik heb nu gewoon platte borden. En ik heb nog wel eens, als ik dan mijn vlees eet met jus eroverheen, dan wil dat nog wel eens gaan spatteren. En ik dacht, het zou zo fijn zijn als ze diepe borden hebben. En die hadden ze. En uiteraard zijn deze ook roze. Want ik heb ook roze borden. Dus deze passen daar perfect bij. Want je ziet ook gelijk als ik de mok ernaast houd, dit is precies dezelfde kleur. En ik werd hier zo blij van. Ik heb er 6 meegenomen. Nou, ik hoef de andere dan niet te laten zien, want je weet nu dat het er 6 zijn. Maar hier ben ik ook zo blij mee. Ik was ook zo blij dat ik deze video eigenlijk kon opnemen, want dan kon ik het allemaal gaan gebruiken. Want dan heb je de spullen gekocht, het liefst wil je het gelijk gebruiken. Maar ja, dan gaat het nog niet omdat je er toch eerst die video van op wil nemen. Maar ik liep echt als een blij ei rond toen ik deze borden tegenkwam. Dus 6 stuks, super blij mee. En ik had ook nog even zo'n blauwe zak meegenomen, want ik had toch wat meer spullen dan gedacht. Dus die had ik ook nog eventjes gekocht. Maar ja, goed. Wel even belangrijk om te vermelden, maar niet heel interessant, denk ik. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik bij IKEA heb gekocht. Ik had nog wat dingen op het lijstje staan. Maar 1 ding ben ik vergeten om te kijken en dat andere was er helaas niet. Dus nou, daar ga ik nog een keertje voor terug. Dat hadden we al besproken. Daar gaan we gewoon nog een keertje terug. Maar ik ben in ieder geval super blij met mijn aankoopjes.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Of heb jij ook dingen die je bijvoorbeeld standaard bij de IKEA wil halen? Ik kan eigenlijk niet specifiek zeggen van ik vind dit het leukste, want ik vind alles heel erg leuk. Maar ik heb wel volgens mij een paar keer gezegd dat ik helemaal blij werd van deze borden. Dus ik denk ja, dat was wel echt een heel goed koopje. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij misschien al naar de IKEA bent geweest of dat je dat misschien nog van plan bent. Laat het zeker even weten dan in de comments, want dat vind ik altijd wel leuk om te horen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat dan de rode button, die kun je ook aanklikken. Daarnaast staat een belletje en als je daarop klikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!